Een nieuwe week, een nieuwe vraag om te beantwoorden namens Gamersnet. Welkom terug bij Goeie Frek, waar we iedere week een vraag vanuit de bezoekers, vanuit de kijkers gaan beantwoorden. En deze week komt de vraag van Remco ABC. Bedankt Remco voor je vraag, want hij vroeg zich namelijk af, wat vind je het leukst aan Gamersnet? Dus voor ons als gamejournalisten, tussen aanhalingstekens, maar dat schijnt heel omstreden te zijn als ik dat doe. Hoe dan ook, voor ons gamejournalisten, hoe het is om hier te werken en wat vinden wij het gaafst aan onze baan hier bij Gamersnet. We gaan het behandelen. Dit is Goeie Vraag. Wat is het leukste aan het werken voor Gamersnet.nl? Er gaat een heel erg zoetsappig antwoord komen. Het leukste aan het werken voor Gamersnet.nl is altijd aanhoren hoe groot Marcel is en dat hij er niet van kan leven. Van zijn tube tubes. Super schattig. Maar goed, nee, wat echt het mooiste aan Gamersnet, dit wordt echt wel een beetje zoetsappig, sorry ervoor, is dat de vriendengroep is. En dat is echt, dat is niet een grapje. Eigenlijk met iedereen die hier op GLSQ zit, zit ik wel eens mee in de kroeg. En met de ene vaker dan de ander, maar of het nou Daniel is, of Marcel, of Leon, of Tom. We kroegen en we hebben het superleuk. En dat betekent niet dat ik altijd heel lief ben, want ik moet ook wel eens de baas zijn. Maar toch op een of andere manier weten we toch altijd weer zo te brengen, dat, of zo te regelen, dat we altijd weer s'avonds met elkaar een biertje kunnen drinken en het altijd weer door één deur kunnen. Gamersnet.nl is voor onze vriendengroep en dat straalt ook uit naar de community. Want we hebben onlangs de Gamersnet Radio Marathon, de laatste Gamersnet Radio Marathon gehad vorige week. En dan zie je gewoon hoeveel dat met mensen doet. En mensen voelen dat ook gewoon. Het is geen trucje, we zijn geen acteurs die iets spelen. We zijn gewoon echt heel hecht en dat zijn we ook met jullie als community. Waarvoor bedankt, waarvoor bedankt. Dat is waarom Gamersnet zo mooi is. Het maakt ook niet uit wat we doen. Want ja, wij zijn helemaal niet begonnen als tuk-tuk boeren of als e-sports team of als whatever. Of wat speelt mijn kind.nl, zijn we helemaal niet zo, zijn we helemaal niet begonnen. Maar wat we ook bedenken, het mag eigenlijk allemaal als we het maar samen doen. Ja. Het klinkt super zoetsappig, maar het is wel zo. Dat is het mooiste aan Gamersnet. Het leukste aan werken bij Gamersnet, ik zit natuurlijk net bij, maar ik kan wel iets zeggen van waarom wil je er graag bij? En dat is denk ik vooral wel gewoon de hele vibe die er van afkomt. Het is als ik Peter of Tom sprak, dacht ik, ja, potverdomme, dat is toch gezellig hoor. Dus dat is vooral dat ik dacht, ja, dat wil ik eigenlijk. Volgens mij heb ik ook echt jaren hints gedropt van, hebben jullie niet nog iemand nodig? Misschien nog een check of zo? En dat werd eindelijk opgepakt, ik had gewoon moeten zeggen, eindelijk opgepakt. En dan daarnaast natuurlijk, wat vind je dat tof aan echt het gamegebeuren van Gamersnet? Vooral de hele controversie eromheen. Weet je, dat mensen inderdaad zeggen, oh, je gamet, dan ben je verslaafd, dat. En het is eigenlijk gewoon een kunst. Ik vind oprecht games maken een kunst. En ik voel dat als mijn roeping, dat is heel zwaar gezegd, maar mijn roeping om er nou aan het licht te brengen. En gewoon de absurde verhalen die er af en toe uitkomen. Ja, dat vind ik het leukste aan Gamersnet. Wat ik het interessantst vind om te doen binnen de gamejournalistiek, binnen Gamersnet, is een hele leuke vraag. Thanks Remco, dat is ontzettend interessant. En ik denk dat mijn antwoord vrij eenzijdig is, al vind ik zoveel dingen leuk aan Gamersnet. Maar het is ook wel vooral voor mij het leveren van informatie. En dan vooral doelgerichte informatie. Klinkt heel lame, maar ik heb een opleiding journalistiek gedaan, helaas niet af kunnen ronden, omdat ik te veel dit leuk vond. Maar goed, anyway, dat terzijde. Het brengen van informatie die mensen willen hebben, dat vind ik heel erg leuk. En bij Gamersnet heb je daar een soort van bepaalde vrijheid in en een bepaalde interactiviteit die ik heel erg waardeer. Dus ik kan zelf zeggen van, oh, ik heb interesse in dit product of ik heb interesse in deze game. Ik ga dit behandelen, ik ga dit testen, ik ga hier iets over vertellen. En dat er dan vervolgens mensen zijn die zeggen, bedankt voor deze review van het ene stukje tech wat ik toevallig wou kopen. Of bedankt voor deze test en gameplay van een omstreden game. Nu weet ik of wel of niet of ik dit ook wil en dergelijk. En dat is zo leuk dat we dat kunnen doen. Dat we allerlei gekke dingen aan kunnen nemen en dat jullie dan vervolgens daar iets mee kunnen. En vooral die interactie is dus ook wat het heel erg interessant maakt in mijn ogen. En ik denk dat Goeie Frek daar gek genoeg ook een soort van heel direct voorbeeld van is. Wij vragen letterlijk aan jullie, wat willen jullie weten? En vervolgens gaan we dat brengen. En ik denk dat dat bij Gamersnet in heel veel aspecten kan. Niet alleen in Goeie Frek, maar we zijn altijd best wel doelgericht bezig met wat willen jullie van ons hebben en wat kunnen wij doen voor jullie en dan leveren dat vervolgens. En als we dat dan horen dat dat aanslaat, weet je, ook met de gekke content, ook als we gekke sketches gaan maken of als we iets nieuws proberen of als we op een evenement zijn, dat we dan een soort van door jullie aangevuurd bepaalde stuff kunnen leveren, zij het een grappige video of zij het gewoon een bom informatie in een artikel of een podcast, maakt mij het uit. Dat is vooral zo interessant. Dus
Ja, het klinkt misschien een beetje leem, maar gewoon de wisselwerking van informatie en de interactiviteit, dat is gewoon iets wat ik het leukst vind. En daaromheen sowieso nog veel meer dingen. Ik bedoel ook, weet je wel, dat ik elke week achter mijn computer ga zitten en een paar uur ga streamen, weet je. Dat is ook iets met jullie, direct aangestuurd door jullie. En het is zo interactief. En dat is sowieso iets waarom het internet tof is. Maar het is vooral iets wat ik bij GamersNet heel erg groots ervaar. De interactiviteit en gewoon de wisselwerking en de flow van informatie en stuff die jullie willen weten. Ik wil het leveren. Dus bij deze. Dat is wat ik het tofst vind in de gamejournalistiek. En dat is wat ik het leukst vind aan GamersNet in het algemeen. Wat is het leukste voor het werken aan GamersNet.nl? Een van de dingen die ik vooral heel erg leuk vind is het opscheppen over mijn eigen views. Om het dan te vergelijken met GamersNet. En dan altijd even Peter aan te tikken en zeggen van... Hey Peter, is raar, want deze website hier stond open. Oh, mijn views staan nog aan. Sorry Peter. Laat ik niet door. Sorry. Oh, even trouwens ook naar mijn subscribers gekeken. Maakt niet uit. Dit verdien ik trouwens met YouTube. Maar dat is helemaal niks, nee. Qua verdiensten zitten we ongeveer gelijk. Nee, het allerleukste aan GamersNet, aan werken voor GamersNet vind ik de vrijheid die we krijgen. Het leukste vind ik dat je een stukje GamersNet krijgt. Een stukje waar jij alles mee mag doen wat je wil. Je mag het invullen zoals je wil en je mag die ideeën erbij gaan verzinnen. En dat is juist hetgeen wat me heel erg aantrekt. Want ik vind dat heel erg leuk om gekke dingen te verzinnen. En Peter is er altijd voorstander van. Hij zegt altijd hoe gekker hoe beter. Zo heeft hij laatst een roze tuk-tuk hebben we verzonnen. We hebben evenementen bedacht waarvan we dachten van nou dit gaat nooit lukken. Wat uiteindelijk wel lukte. Een e-sports team uit het niks omhoog gekregen. Gewoon met het gekke idee van hé, waarom doen we dit eigenlijk niet? En dan zei Peter... Doe maar. Prima. Dus de vrijheid is eigenlijk een van de dingen die mij het meeste aanspreekt. En eigenlijk ook de dingen die het heel erg leuk maakt. Ik vind het ook wel leuk om dan meteen te vertellen wat het grootste minpunt is van GamersNet. Dat is toch wel het werken met Peter. Ja, dat is vreselijke man. Grapje Peter. Grapje. Niet slaan. Daar heb je het dan. Dat zijn de dingen die wij het tofst vinden aan het werk bij GamersNet. En we vragen ons natuurlijk ook af, wat vind jij het tofst aan GamersNet? Welke content zie je het liefst? Of wat zie je ons meer doen? Of wat zie je ons het liefst minder doen? Hey, het is allemaal interactiviteit. Laat ons hieronder weten wat je van ons vindt of van ons medium. Kunnen wij daar ook weer een beetje meewerken met de feedback die je ons geeft. Hoe dan ook, we zoeken natuurlijk voor volgende week weer een nieuwe goede vraag om te beantwoorden. Dus heb je een leuke, interessante vraag over games, tech, iets wat wij doen, iets wat we nog niet doen... Iets wat eraan komt, iets wat nooit gekomen is. Het maakt allemaal niet uit. Als je een leuke, creatieve vraag hieronder stelt, gaan wij die misschien volgende week wel behandelen. Dat was het voor deze week. Tot snel. Ik hoop dat je genoten hebt van de video. En laat vooral hieronder iets weten. Want we doen het immers voor de interactiviteit met jullie. We doen het in ieder geval niet voor onszelf. Nou ja, goed. Eigenlijk hebben we net verteld waarom we het voor onszelf doen. Maar goed.